Het is vandaag maandagochtend en ik ga vandaag vloggen. Ik weet nog niet hoe lang ik ga vloggen, welke dagen. Het is in ieder geval vandaag, dus maandag. Ik heb een schoolweek, ik ga nu een planning maken. Dus ja. Ik moet een planning maken wat ik deze week ga doen. Normaal doe ik dat in mijn agenda, maar mijn agenda is kwijt op weg. Ik heb heel lang mijn agenda niet meer gebruikt, omdat ik gewoon geen planning nodig had. En nu heb ik gewoon een planning nodig, want ik moet echt doorwerken. Dus ik heb zeg maar even dit boekje. Hier maakte ik volgens mij samenvatting erin. Het is van de HEMA, super leuk boekje. Mijn tabbladen, dus die ga ik ervoor gebruiken. Ik heb mijn etui en ik heb mijn leermappen. Die neem ik even naar buiten en dan ga ik kijken wat ik deze week af wil hebben. Dus ja, let's go! Oké, ik heb mijn planning dus vanochtend gemaakt. Ik heb er nu al best wat van af. En ik heb nu even wat pauze, want Matthijs is weer terug. En mijn moeder is weer, dus ja, ik had even gewacht met pauze. Dus ik heb nu een tosti en een tosti even. Ik had dus kaas op de onderkant gedaan. Maar hij wordt zeg maar niet bruin, maar de kaas smelt wel. Het gaat echt helemaal fout. Maar goed, dus ik heb al wiskunde gedaan. En ik ben nu met Engels bezig. En ik heb dus die planning gemaakt. Het was een soort van verband. Ik ging dat even meteen gewoon pakken. Die lag in de bar. Maar kijk, dit is dus gewoon normaal. Maar aan de onderkant is dat kaas. Maar dat is heel donker geworden. Dus ik hoop echt dat die lekker is. Ik had dus die tosti in mijn haar. Was echt niet lekker. Want de kaas zat dus bovenop een broodje. Waardoor je het niet meer proefde. En de ham was plastic. Dus ik ben geëindigd op 2 witte boterhammen. Met haagslag. Altijd. Altijd. Dus ik ga dit even opeten. Dan moet ik wel doen. Ik ga gewoon eten en ondertussen aan school. Oké, het is nu 11:50. Ik ben altijd om 1:30 klaar naar mijn lunchpauze, maar ik ben nu wat eerder klaar. Dus wat ik ga doen is een planning maken voor tot en met 8 juli. Want als ik 8 juli klaar ben, dan heb ik gewoon zomervakantie. En dan ben ik gewoon klaar voor niet in de zomer door, niet in september door. Dus dat wil ik heel graag. Dus daar ga ik een planning voor maken. Eigenlijk net deze week doe, ga ik dat voor elke week doen. Dan weet ik hoeveel ik af moet hebben. Oké, ik zit nu buiten. Ik heb hier niet super goed licht, want het is best wel donker. Maar misschien zijn er mensen die nog niet de wereld gaan doen en het misschien niet snappen. Wat ik allemaal aan het doen ben. Dat ik ben echt super onduidelijk. Altijd. Maar goed, ja, ik heb dus zeg maar de H-mappen. En H staat voor bij mij dan. Dit is gewoon mijn logica, oké? WH is wiskunde handleiding. Dan heb ik bijvoorbeeld EH, Engels handleiding. Dit is dus zeg maar gewoon mijn map. En hier staat alles in wat ik moet doen. En hier zit je jaarplanner in. De jaarplanner is eigenlijk het meest belangrijk. Ik gebruik hem niet meer. Hij is dus heel belangrijk, want zonder jaarplanner weet je niet wat je moet doen per week. Omdat ik dus later ben begonnen en achterstand een beetje heb opgelopen, gebruik ik hem niet zo echt precies hoe die daar staat. Ik moet gewoon veel meer doen. Maar goed, de jaarplanner ga ik er nu uithalen. Die ga ik verdelen in weken. En dat ga ik met alle vakken doen. En dan ga ik gewoon roosters maken per week, to-do-lijstjes per week. En dan hoop ik gewoon echt dat ik 8 juli klaar kan zijn. Oh jongens, ik wil zo graag vakantie. Ik heb echt een sad life. Maar goed, ik ga hiermee beginnen. En ik hoop echt dat ik zo meteen heel blij word. En ik zeg, ik kan 8 juli klaar zijn. Maar het probleem is, het lukt het ook echt. Ja. We gaan gewoon beginnen, oké? Ja. Oké, dit is mijn grootste vijand, a.k.a. wiskunde. Wiskunde vind ik echt verschrikkelijk, jongens. En ik vergeet mijn etui. Wat ging ik doen in de bar? Heb ik nou alleen maar die map gepakt? Oké, we gaan weer terug naar waar ik was. Ik ging naar de bar om zeg maar mijn etui te pakken. Oké, ik ben toch niet helemaal dom dat ze me op tafel laten staan. Ik ging naar de bar om mijn etui te pakken. En ik kom terug met niks. Maar goed. Wat zit ik toch in de zon. Goh. Ik ga hier echt een hele leuke vlog van maken. Ik ben echt het chaotische kind wat er is. Want ik snap nu al niet meer wat ik aan het doen ben. En dat gaat echt niet goed. Oh, die mag ik wel overslaan. Dat is wel echt heel nice. Oké, ik heb zeg maar volgende week gemaakt. Het is best wel veel. En als ik het zo zie, weet ik niet of ik de week helemaal ga halen. Want ik heb echt... Oh, dit is echt super scheef. Ik heb mezelf best wel veel gegeven. Ik heb 5 paragrafen wiskunde. 5 lessen Engels. 4 paragrafen aardrijkskunde. 6 paragrafen Frans. 4 paragrafen bio. En ik heb echt even motivatie nodig. Oké, ik ga verder met week 3. Zin in, not. Oké, ik zit nog steeds op dezelfde plek. Ik heb volgens mij mijn hele SD-card vol gepleurd aan vandaag. Maar misschien hou ik deze vlog wel gewoon zo. En laat ik lekker hoe dit is. En is het gewoon lekker een extra video. Ik ben vandaag echt raar. Maar goed, mijn planning is gemaakt. Laten we zeggen dat ik 8 juli klaar kan zijn. Mijn camera gaat echt heen en weer. Het gaat echt niet goed. Het is zeg maar gewoon dit boekje. En daar heb ik gewoon mijn planning in gemaakt. En
het moet lukken. Ik moet dus 2 juni met 4 vakken al klaar kunnen zijn. Als ik doorwerk. Dan ben ik al klaar met Frans, bio, aardrijkskunde en Engels. En dan moet ik nog 2 weken of een week door met geschiedenis en wiskunde. En dan ben ik klaar. Dus dan zou ik gewoon op 8 juli gewoon helemaal klaar kunnen zijn. Dus dat zou super nice zijn. Dus dan heb ik gewoon Nederlands vakanties. Ja, nu gaan we eten. Dus ik moet de tafel dekken. Dus ik kan even niet meer doorpraten. Ik zie jullie zo meteen. Dit jongens. Weet je wat echt stom is? Kijk, ik moet zeg maar apprendere 5, 6, 7, 8 en 9 doen vandaag. Dat heb ik met mezelf afgesproken. Ja, kijk, eigenlijk. Oké, weer even een goed verhaal. Weet je, als je gewoon zin hebt in een zus die vertelt over het schoolleven, moet je blijven kijken. De planning voor deze week van Frans was dus 5, 6, 7, 8, 9. Maar ik ben slim, denk ik. En ik ga het gewoon in één middag doen. Dat ik gewoon de hele week geen Frans meer heb. En hetzelfde geldt zeg maar voor Engels. En dat zou echt fantastisch zijn. Ik wil nu even onder water komen. Deze kwaliteit is echt super slecht. Wat een flitkwaliteit. Maar onder water is hij prima. Oké, tot onder water.